Dakwerkzaamheden veroorzaken brand in Nijmegen-Oost. En het Batenburgse Ruïnetheater viert jubileumeditie. Aan de Jozef Israëlstraat in Nijmegen-Oost is vrijdagochtend brand uitgebroken op het dak van een woning. De brandweer rukte preventief groot uit, hoewel de brand uiteindelijk bleek mee te vallen. De oorzaak bleek voort te komen uit werkzaamheden. Ik heb de deur opgestaan. Er is rond de klok van 11:30 een brand uitgebroken na dakdekswerkzaamheden hier in de Jozef Israëlstraat. Werkzaamheden is er brand uitgebroken en de brandweer heeft behoorlijk groot opgeschaald. Omdat het vrij droog weer is, maar ook de brand begon te lopen. Ook mede door de harde wind. Ja, ik zie geen vlammen of iets, dus het lijkt mee te vallen. Is dat ook zo? Nou, we hebben het heel snel onder controle gekregen door de grote inzet en door de goede inzet van de brandweermensen. Dat heeft geresulteerd in toch dat het beperkt is gebleven. Okay, dus de schade is niet groot, geen gewonde mensen? Nou, dat is één persoon nagezien door de ambulancedienst, door rook en inhalatie en dat was de dakdekker. In het oude stadje Batenburg is de bekende ruïne dé plaats waar jaarlijks theatervoorstellingen plaatsvinden van het Ruïnetheater. Dit jaar spelen ze voor de 25e keer, een jubileumeditie dus. 25 jaar Ruïnetheater, hoe is het ooit begonnen? Heel lang geleden de Rotary Club bij mij kwam met het verzoek een plaats te zoeken voor een buitentheater. En toen heb ik gezegd, nou, daar hoeven we niet naar te zoeken, want we hebben de ruïne in Batenburg. Een mooiere speelplek kun je niet vinden. Waar we kunnen, laten we de ruïne meespelen. De regisseur bepaalt wie er in de voorstelling mag meespelen. De acteurs zijn alle amateurs uit de wijde omgeving en sommigen spelen al bijna 25 jaar mee. Naast acteurs wordt er ook live gemusiceerd en gezongen. We hebben een combo en we hebben een muzikaal leider die zorgt voor de arrangementen en zelf ook componeert en die de spelers begeleidt bij de zang. Want alle spelers zingen ook meerstemmig. Buitentheater onder wisselende weeromstandigheden lijkt een uitdaging. Maar twee keer een avond helemaal moet cancelen. En denk ik op één hand te tellen dat we het wel eens even hebben moeten stilleggen. Zo vaak regent het nou ook weer niet. Het eigenlijk uniek is in zijn soort. Het Ruïnetheater in Batenburg. En die uniciteit die heeft te maken met de manier waarop Jan de stukken schrijft en regisseert. De stukken hebben altijd een link naar de actualiteit. Maar er zit veel meer in. En het heeft ook humor. Dus het is eigenlijk best wel knap om iets te maken wat gewaardeerd wordt door het publiek, omdat het humor heeft en ook nog ergens om gaat. En wat is de actualiteit in het huidige stuk? Kun je daar al wat van verklappen? Oh, zeker wel. Het stuk heet Och, wij mensen toch. Het is een sprookje. Jaarlijks komen ongeveer 2000 mensen naar de voorstellingen kijken, maar jeugd zien ze bijna niet. We hebben zo zachtjes aan iets opgebouwd, hè? Een gekend publiek. Ja. Nee, voor jeugd gaat het te langzaam, gaat het niet hard genoeg, niet snel genoeg. En dus gaan ze naar Down Rabbit Hole. Gemeente Overbetuwe meldt op Facebook dat er nog maar een paar plekken over zijn voor de politieke avond van 14 juni. Deze avond krijgen burgers de kans om als zogenoemde gast van de raad een kijkje in de keuken te krijgen. Zo kun je pas echt zien hoe de gemeenteraad werkt. Na het Rutte doet ook de gemeente Beuningen nu een oproep aan vierdaagse wandelaars uit hun gemeente om zich te melden. Op vrijdag 14 juli is er namelijk een bijeenkomst voor hen waarbij ze ook een Beunings t-shirt zullen krijgen. En gemeente Nijmegen geeft op Instagram enkele tips om je huis deze dagen toch een beetje koel te houden. Zo adviseren ze om overdag de ramen en deuren dicht te houden en deze 's avonds laat of 's ochtends vroeg juist tegen elkaar open te zetten. Het weerbericht begint intussen een beetje overbodig te worden, want we weten allemaal wel hoe laat het is. Na een soort generale repetitie die we vandaag hadden, wordt het morgen echt tropisch warm. Ook in de beeld. Dus dan is het officieel. Het kwik komt in onze regio uit op 31 graden en er is niets anders aan de lucht dan zon. Op zondag kan het zelfs nog een graadje warmer worden met 32 graden en verder verschilt het niet zoveel met de zaterdag. Ook maandag wordt het nog 30 graden en de dagen erna blijft het zomers warm, maar tikken we de 30 graden net niet meer aan.
Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de NEC-update en Rondje Regio. We zijn er maandag weer. Fijn weekend.